Hey, dag kleine ezels. Welkom, zou ik zeggen, welkom hier in mijn werkkamer. Ik heet Rindert Kromhout en ik ben schrijver. De hele dag zit ik hier achter mijn tafel verhalen te schrijven. Bijvoorbeeld de verhalen over kleine ezel. Ik verzin en schrijf die verhalen. En Annemarie van Haringen, de tekenares, die maakt daar de tekeningen bij. We zijn dus, zou je kunnen zeggen, de opa en de oma van Kleine Ezel. Niet de vader en moeder, want die staan er in de boeken. Nee, de oma en de opa. En opa, ik verzin de verhalen. En hoe gaat dat nou, zo'n verhaal verzinnen over Kleine Ezel? Ik was 4 jaar oud en toen was er een vriendje van mij jarig en daar mocht ik een cadeautje voor kopen. Ik ging met mijn moeder naar de speelgoedwinkel en ik koos iets uit dat ik zelf heel erg mooi vond. En ik nam het mee naar mijn vriendje, mooi ingepakt. Ik was blij met dat mooie cadeautje. Maar ja, mijn vriendje was jarig, dus het cadeautje moest ik weggeven. En dat vond ik natuurlijk niet zo leuk. Nou, dat heb ik altijd onthouden. En later, toen ik aan het nadenken was over Kleine Ezel, toen dacht ik daaraan terug. En zo heb ik later het boek Kleine Ezel en Jarige Jackie kunnen verzinnen. Zo gaat dat soms. Kijk, schrijver, dat is mijn werk. Elke dag schrijf ik verhalen. Nou, ik begin eerst 's morgens, dan sta ik op en dan drink ik een kopje koffie en ik lees de krant en ik ga onder de douche en ik laat mijn hond uit. En dan ga ik achter mijn tafel zitten en dan ga ik aan het werk. En ja, als ik een verhaal ga schrijven, het allerbelangrijkste is natuurlijk dat ik eerst een goed idee moet hebben. Zonder goed idee valt er niks te schrijven. En als ik dan eenmaal weet wat ik wil gaan schrijven, dan begin ik meestal in een schrift, in klad, met mijn vulpen, het verhaal op te schrijven. En dan schrijf ik eerst een paar stukjes van het verhaal op en dan denk ik, oh ja, wat gebeurde er toen? En dan schrijf ik weer een stukje. Dan denk ik, oh ja, zo kan het ook verder gaan en weer een stukje. En dan, hoe meer dingen ik opschrijf voor het verhaal, hoe beter het verhaal ook in mijn hoofd zit. Dan zie ik steeds beter voor me, ah, zo wil ik verder gaan, zo moet het. En als ik dan helemaal weet hoe het verhaal moet worden en hoe het moet aflopen, dan pas ga ik achter de computer zitten en dan begin ik te typen en te typen en te typen. Ik weet nog toen ik 5 jaar oud was, daar kan ik ook een verhaal over kleine, sorry. Leuk dat jullie er waren, maar ik heb net een geweldig idee gekregen voor een heel nieuw boek over kleine ezel, dus ik moet nu weer aan het werk. Vind je niet erg, hè? Oké.